Minister Stephen McAndrew heeft vandaag tijdens een meeting met de Director-General Guy Ryder het belang van de ondersteuning van de internationale arbeidsorganisatie ILO benadrukt. De minister is in Genève, Zwitserland, voor deelname aan de 110e internationale arbeidsconferentie. McAndrew gaf aan dat zelfs tijdens de COVID-19-pandemie de ILO Caribbean Office beschikbaar was voor Suriname en technische assistentie heeft verleend, zodat er vorderingen konden worden geboekt met de uitvoering van het tweede Decent Work Country programma. De minister benadrukte ook dat Suriname op korte termijn van start zal gaan met het opstellen van een derde Decent Work Country programma. Hierin zal werkgelegenheid een centrale plaats krijgen.